Leuk te kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben even afwezig geweest, maar ik ben weer helemaal terug en ik heb gelijk een favoriete video voor jullie. Elke maand maak ik een favoriete video en het zijn deze keer de favorieten van augustus. Dus als je benieuwd bent naar mijn favoriete producten, kijk dan zeker eventjes mee. Ik heb alle producten hier verzameld in mijn mandje en ik ga het er gewoon random uithalen. Zoals je kan zien is het niet overdreven veel, maar het is gelukkig genoeg om deze video op te nemen. Het eerste product wat ik eruit haal is de Keep It Perfect Makeup Friction Spray. Dit is een make-up spray van de Essence die je make-up eigenlijk zet. Ik vond deze heel erg fijn, want hier zit geen nare geur aan. Er zit ook geen parfum in. Dat vind ik persoonlijk heel erg fijn, want ik had er laatst eentje en er zat een parfum in. En dat vond ik echt niet prettig. Die kreeg ik ook in mijn mond en dat vond ik vreselijk. Deze is wel gewoon echt geurloos. Het is een klein flesje zoals je kunt zien. Even kijken, er zit 50 ml in. Dat is ook heel geschikt dus om mee te nemen in je handtas. Dus dat is gewoon heel erg fijn. Hij ziet er eigenlijk ook nog best wel heel erg leuk uit, vind ik zelf. Dus ik vond dit een hele fijne make-up fixing spray, want mijn make-up bleef er zeker langer door zitten. Het volgende product is deze mascara van Catrice. Dit is de Luxury Lashes Waterproof Mascara. Het is een volume mascara. Ik ga het bordje eventjes laten zien aan jullie. En er zit echt heel veel volume in dit borsteltje. Mijn wimpers die zagen er echt een stuk voller uit. En dat zie ik gewoon niet heel vaak met mascara's van een goedkoper merk. Vaak is het toch dat het een beetje, een beetje matig blijft het resultaat, maar deze mascara die bracht echt heel veel volume. Dus ik vond dit echt een super goede mascara. Dit is de waterproof variant. En volgens mij heb je ook nog een gewone variant. Ik heb een haartje in mijn mond. En je hebt er vaak heel veel keuze in. Maar de kwaliteit vond ik echt super. Het volgende product wat ik heel erg fijn vond was deze oogschaduw van Essence. Dit is de I Love Soft Matte Oogschaduw in de kleur 03 Melted Kiss. Het is een baked oogschaduw. Een gebakken oogschaduw dus. En hij had echt super veel pigment. De kleur is echt super mooi intens. En ook gewoon echt wel heel erg mooi om gewoon los te gebruiken. Normaal ben ik iemand die vaak veel meer gaat kleuren, maar ik vond deze ook wel gewoon heel erg mooi om alleen te gebruiken. En volgens mij is deze kleur helaas uit het assortiment inmiddels, maar er zijn een heleboel nieuwe kleuren voor in plaats gekomen. Dus zeker de moeite waard om daar eens naar te kijken. Vandaag heb ik een oogschaduwpalette van W7. Dit is het I Want It Eyeshadow Collection oogschaduwpalette. Dit is een klein oogschaduwpalette met 9 kleurtjes. Zonder applicator. De kleuren zijn echt heel erg mooi. Even blazen, dit was een beetje doorgelopen. Echt een heel mooi palet vind ik dit. De kleuren zijn echt goed gepigmenteerd. Je kunt er echt verschillende looks ook mee creëren. Dat vind ik zelf altijd wel heel erg fijn als dat mogelijk is. W7 heeft hier zeker weer een hele goede deal mee gesloten door dit palet eruit te brengen, want ik ben er echt super blij mee en tevreden over. Voor Fashion Professional heb ik deze Mosaic Blush. Dit is de, even kijken op de doosje, de Rose nummer 05. En deze hele mooie blush heeft hele schattige hartjes met die Mosaic patroontjes. Er zijn lichte en donkere kleuren bij elkaar in het doosje. En los vind ik de kleuren iets te licht en gecombineerd vind ik ze echt heel erg mooi. Dus zijn ze echt mooi donker. Dus ik vind het wel een hele mooie blush voor de action. Ik vond het een goede kwaliteit en dat vind ik wel heel erg mooi.
van deze eten heb ik dit Natural Nude Eye Color Palette. Dit is een quad eyeshadow palette met 4 kleuren, 4 naturelle kleuren. De kleuren hebben echt veel pigment, zien er ook heel mooi uit, moet ik zeggen. En je kunt hier echt wel een hele mooie look mee maken. En ik vind het zelf altijd heel fijn voor 4 kleuren, dat je ze ook van alle 4 gemakkelijk kunt gebruiken als je ervan houdt om meer kleuren op scherm aan te brengen bij een ooglook. Dus ook een heel mooi palette vond ik dit. Van Essence heb ik de 2-in-1 lip liner. Dit is een lipstick en een liner in 1. Dit is de kleur 01 Invisible Kiss. En deze kleur is echt heel erg mooi. Het is een hele natuurlijke kleur. Je kunt met de punt kun je de lijn zetten. Met de zijkant kun je je lippen inkleuren. Ik vind het ideaal, want het is heel vaak toch moeilijk om een juist lippenpotlood bij een lipstick te vinden. En ja, omdat je nu dus een 2-in-1 product hebt, past het sowieso bij elkaar. En ik vind het zelf wel heel erg mooi om gebruik te maken van een lijntje onder lippen. Dus ja, dat vond ik heel erg mooi. Ook was ik in het begin, moet ik zeggen, bang dat de punt snel zou afbreken. Maar bij voorzichtig gebruik is dat eigenlijk helemaal niet het geval. Dan blijft hij gewoon mooi. Bij het zacht worden kun je natuurlijk altijd even de koelkast leggen. Want het is natuurlijk wel een product dat als het zacht wordt of het snel afbreekt. Maar het viel mij echt niet tegen. Dan heb ik van Glam & Chic een bronzer. Het heeft eigenlijk een bronzer, zit ook een highlighter in. Ook zat dit bij passende kwastje erbij. Ik moet zeggen dat ik die kwasten meestal nooit gebruik, omdat ik liever mijn eigen kwasten gebruik. Dat vind ik wat prettiger en daar kan ik beter mee aanbrengen. Maar het was heel erg leuk dat dit een combi setje was. Ook de verpakking was echt heel erg mooi. Ik zal de link van het review wat ik heb geschreven over dit paletje, zal ik eventjes in de beschrijving zetten. Daar staan ook foto's bij van de verpakking, want die vond ik echt heel bijzonder. Nou, zoals je ziet is het een bronzer en een highlighter in één. Er zit een mooi patroon in. Het pigment is echt super mooi. Het is best wel wat aan de donkere kant, deze bronzer. Vind ik persoonlijk heel erg mooi. Ik hou er ook van als een bronzer wat donkerder uitvalt. Omdat je het dan ook gewoon ja, eigenlijk heel erg mooi ziet. En vooral als je hem heel erg mooi inblendt, vind ik dat heel erg fijn. Hou ik sowieso heel erg van combinaties. Dat je ook gelijk een highlighter erbij hebt. Dat het echt heel erg mooi passend is. En de kwaliteit was heel erg mooi van dit setje. Dus daarom is het zeker een favoriet van mij. Het laatste product dat ik voor jullie heb is dit palette van I Love Makeup. En dit is het I Heart Chocolate oogschaduwpalette met 16 kleuren. Het palet ziet er natuurlijk gewoon heel erg meer uit als een chocoladereep. De binnenkant is ook echt prachtig. Deze kleuren zitten er in een mooie grote spiegel. Wat ik persoonlijk altijd erg handig vind, is zo'n blaadje met de naam die erop zit. Het is ook heel erg fijn als je reviews krijgt over zo'n palette. De kleuren hebben gewoon veel pigment. Je hebt echt matte kleuren, shiny kleuren erin zitten. En dat is echt heel erg mooi. En de kleuren zien er gewoon echt super mooi uit. Het is echt alsof je gewoon een best wel duur palet in handen hebt. Terwijl het eigenlijk gewoon een low budget palet is. En ja, ik was er zeker heel erg tevreden over. Ik ben er ook heel erg blij mee. Want ik hou echt van deze paletten van iHeart Make-up. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van augustus. Zoals je hebt kunnen zien zaten er veel producten voor oogschaduw bij. Veel palettes ook. Ja, ik test eigenlijk altijd best wel veel oogschaduwpalettes omdat ik dat heel erg mooi vind. En dan ben ik toch altijd wel heel nieuwsgierig van hoe een palet is. En soms zijn dat er gewoon best wel veel in een maand, merk ik nu. En dan heb je gewoon best wel veel favorieten bij oogschaduwpalettes. Dus ja, dat is het enige wat mij een beetje is opgevallen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als je de video leuk vond, doe zeker even een duimpje omhoog.
vergeet je ook zeker niet te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. Nu wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!